Vlinders zijn de grote hobby van de amateur-entomoloog Hermans uit Venlo, die in het dagelijks leven bakker is. Hij prepareert deze insecten ten behoeve van de collectie van het Missiemuseum in het Limburgse Stijl bij Tegelen. Onder strookjes perkament worden de vleugels van de vlinders met een determineernaald omhoog gebracht, waarna de volledige vleugelomtrek met spelden wordt vastgezet. Het geheel moet nu minstens 48 uur drogen voordat het insect geschikt is voor de collectie. De heer Hermans heeft het prepareren van vlinders in zijn jeugd geleerd van de missiebroeder Bergmans, die het museum in Stijl heeft ingericht en die er de eerste verzameling van vlinders uit de missielanden bijeenbracht. En nog steeds worden er uit deze tropische gebieden vlinders naar het Stijler Museum gezonden. Er zijn erbij van een adembenemende kleurenpracht. De vlindercollectie van het museum bestaat momenteel uit ongeveer 15.000 exemplaren. Deze niet meegerekend. De exotische zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit Zuid-Amerika. Het hele vlinderlichaam en de vleugels zijn bedekt met schubben die de dragers van de kleuren zijn. In tegenstelling tot vrijwel alle andere insecten zijn vlinders populair. Waarschijnlijk als gevolg van hun fascinerende kleuren en van de wetenschap dat ze niet steken. Soms is de tekening geconcentreerd in de bovenste vleugeldelen, dan weer in de onderste. Een indrukwekkend beeld van de reusachtige verscheidenheid die deze insectenorde kenmerkt, krijgt men bij een bezoek aan het Missiemuseum in Stijl bij Tegelen, waar de vlinders op overzichtelijke wijze in vitrines zijn samengebracht.